Leiderschap begint bij jezelf en je bent als persoon authentiek. Deze zijn enkele van de belangrijke zaken die Gabriella Bendanon heeft geleerd tijdens de training Persoonlijk Leiderschap voor Jonge Surinamers. De training is verzorgd door het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES. Bendanon zegt dat ze veel heeft geleerd uit deze training en raadt elke jonge Surinamer aan de training te volgen. We hebben geleerd dat jij als leider je zelfesteem moet gaan ontwikkelen. Hoe denk je over jezelf? We hebben ook geleerd dat je van afhankelijk van Stephen Covey, dat je van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid gaat en naar wederzijdse afhankelijkheid. En afhankelijkheid heb je door jezelf initiatieven te nemen met with the end in mind en de belangrijke zaken is. Je gaat prioriteiten moeten stellen. En van afhankelijk naar onafhankelijk, als je dat alle drie kan, heb je dan overwinning op jezelf. En van onafhankelijk naar wederzijdse afhankelijkheid, daar ga je win-win moeten denken. Je gaat eerst moeten begrijpen alvorens je begrepen kan worden. En daar heb je luisteren nodig als leider. Je moet gaan luisteren. En we hebben ook dat je moet kunnen samenwerken. En als je die dingen kan, van onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid, dan heb je daar overwinning op je omgeving. Bendanon geeft aan waarom ze heeft besloten deze training te volgen en wat ze met de opgedane kennis zal doen. Ik heb besloten me te volgen omdat ik mijn persoonlijke, omdat ik de leiderschapkwaliteiten in mezelf wil ontwikkelen. Omdat ik mezelf zie als een leider. En daar ga je leren waaraan je moet werken als leider. En daarom heb ik ervoor gekozen. Omdat het een grote opportunity was om daar mee te doen. Ik denk sowieso dat ik, als ik ga solliciteren voor een werk, dat als men naar mijn CV gaat kijken en ik dit zeg, dat ik die training heb gevolgd, dat men dan eerder kan weten van oké, we hebben een leider in, we gaan een leider in dienst krijgen. En dat ik hiermee ook mezelf meer ga ontwikkelen, want het stopt niet hier. Er zijn verdere dingen die je kan doen om je leiderschap door te ontwikkelen. Tot zover Gabriella Bendanon, die de training Persoonlijk Leiderschap voor Jonge Surinamers met succes heeft afgerond. De training is verzorgd door het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES.